vind ze echt super mooi. Voor de animal print lover. Een klein poefje. Van teddy-achtig. Hoi en super leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Het is weer maandag, dus dat betekent shoptijd. En ik ga jullie vandaag meenemen naar een winkel waar we nog nooit samen zijn geweest. En dat is de Karwei. Ik zie de laatste tijd echt vaak op Instagram leuke dingen langskomen. Heel vaak kies ik voor de Quantum, maar ik dacht het ga ik een keertje anders doen. En nou, we gaan naar de Karwei vandaag. Ik neem jullie gezellig mee. Ja, ik ben er, de Karwei. Nou, we zien meteen al iets heel erg leuks. 77,99. Een klein poefje. Van teddy-achtig. Ik vind het ook een hele leuke vorm. Ja. Niet zo standaard. Is niet te groot. Nou, heel handig. Kun je ook zo bij een stoel en dan lekker je voeten erop. En een mooie tafel ook. Dat is ook walnoot. Daar hou ik ook van. Mooi hoor. Leuke dingen meteen nog. Deze stijlvazen zie je natuurlijk ook heel veel. En deze is van papier mâché. Heel grappig. 29 euro. Nog zo'n leuke poef. Ook weer een hele aparte vorm. Vind ik wel heel leuk eraan. Ze zijn niet zo spannend. Een hele mooie olijf. Ja, dit soort vazen zie je natuurlijk ook super veel. Deze is 8,99. Nou, ook een leuk cadeautje. Best nog wel een grote. En dan heb je ook nog een kleintje erbij. En die is maar 4,99. En is ook nog deze. Een soort regenboog. 6,99. Ja, ze zijn allemaal niet duur. Deze. Ook wel mooi. Nou, de donut is er ook nog in het zwart. En wat ik hier ook zie, wat ik ook wel heel erg leuk vind, dat is een marmeren vaas. En hij is van bruin marmer. Het is wel een heel mooie, zware vaas. Je hebt hem ook in het zwart, maar ik vind die bruin dan wel het leukst. En dan heb je ook nog deze kaarsenstandaard. Ik kan zo'n grote stompkaars opzetten. Ook leuk om er dan bijvoorbeeld een olijfgroene of zo op te doen, of juist een witte. Oh, mooi. Je hebt hem ook nog in het wit. En nog potten. Heel veel mooie aardewerk dingen. En dus ook aardewerksvies. Nou, ik wil misschien ook nog wel een hele grote plant in de kamer. Naast de bank. Echt zo'n hele hoge. En ze hebben hier wel hele mooie grote potten ook. En ze zijn maar 24,95, wat ik eigenlijk niet zo duur vind voor zo'n hele grote pot. Het is ook een hele mooie zware pot. En deze is dus een beetje groenig. Ze zijn er ook iets kleiner. En die zijn 11,95. Ik ben even bij de kussenafdeling aan het kijken. Nou, er zitten ook wel leuke tussen. Ik vind deze zelf wel leuk. Wit en zwart. Het is een beetje een soort van fluweel op. En dan bijvoorbeeld in combinatie met die. Wel een mooi setje. Ze hebben ook meer met van die terra kleurtjes en zo. Deze bijvoorbeeld. En ik zag nog deze. Zit er wel leuker bij. Voor de animal print lover. 22,95 denk ik. En ik heb ook nog deze. Nou, deze boucle stoeltjes die zie je ook echt overal. En deze is ook wel echt mooi. 219 euro. En ik heb zelf dit stoeltje in groen. En hij zit ook wel echt lekker, vind ik. Dus het is wel een tip. Nou, ik ben dus op zoek naar nieuwe stoelen voor bij onze nieuwe eettafel. En ja, deze had ik al in de folder gespot en ik vind ze echt super mooi. Maar ik dacht van ja, wit, dat is gewoon eigenlijk niet te doen natuurlijk met kinderen. Maar nu ik de stof zie, denk ik eigenlijk toch wel weer van nou, je kan het best nog makkelijk schoonmaken, denk ik. Het ziet er wel heel mooi uit. Ik vind het ook leuk zo bij deze tafel. 169 euro zijn ze. Ze waren laatst trouwens in de aanbieding.
Nou, deze tafeltjes zijn ook wel grappig. Niet al te groot. Het is wel leuk als je toch wel een soort salontafel wil, maar niet een hele kolossale. Alleen ik vind die plaat niet echt qua kwaliteit niet echt heel super aanvoelen. Maar ik vind het design wel leuk. Ik zie hier nog een leuk bankje. €179. Het kan wel leuk zijn als je een grote slaapkamer hebt bijvoorbeeld. Als je die nog achter je bed zet of zo. Nog een krukje, ook bekleed met dat bouclé. Ik vind deze leuk voor de slaapkamer. €54. Nou, ik zie nu ineens ook overal walnoot. Wij hebben dit dus ook veel in huis. Onze keuken en dan de eetkamertafel. Dit is dan een lampje. €79. Dit is van de VT Wonen collectie. Ja, ze zijn leuk bijvoorbeeld voor boven een zwarte eettafel of zo. Twee lampen. Een heel mooiste. Ook mooie aparte hanglampen. Die is ook bijvoorbeeld leuk voor de slaapkamer, vind ik. En dit is een beetje een bol, maar dan net even wat anders. Dus een kurk. Heel grappig. €16,95, niet duur. En deze kan ook leuk zijn, bijvoorbeeld ook voor een slaapkamer of een kinderslaapkamer of zo, een babykamer. Die is €36. Ik spot hier ook nog twee hele mooie lampen met een keramieke voet. Dat is heel gaaf. En een kapje. En deze heeft een zwarte voet met iets anders. Nou, ze zijn niet heel budget, want de voet is €50 en de kap dan nog 30. Dus nee. Nou, dit soort stoelen zie ik ook echt heel erg veel op Instagram. En ik vind het op zich soms heel erg leuk staan, alleen het lijkt me wel heel oncomfortabel. Maar goed. Even kijken. Ze zijn €159 hier. Nou, ze hebben hier ook complete keramieke service sets. Nou, hij is er ook in het lichtroze. Hier zitten dan dus 16 items in en hij is €64. Kijk, een groen marmeren dienblad. Ik vind groen marmer ook altijd heel erg mooi. En dit is ook leuk om bijvoorbeeld kaarsen op te zetten. Of het andere decoratie. €19,99. Ik ben ook altijd fan van spiegels. Een woonkamer. En hier is wel echt een mega spiegel. Heb je wel echt een eyecatcher. €159. Nou, als je er een mooie muur voor hebt. Dat wel heel tof staan. Nou, alle salontafels zijn dus tegenwoordig echt extreem laag. En ik vind dat zelf heel mooi, want ik vond het vroeger altijd al zo raar dat een tafel dan hoger is dan je bank. Maar dat heb je dus nu niet meer. En dit is een setje van hout en marmer. Dus dit een, ja, het is een beetje roodachtig hout. Moet net in je huis passen natuurlijk, maar op zich vind ik het wel leuk. €169. Deze vind ik ook mooi voor in de slaapkamer. €69. Stof. Heel erg leuk. Ook een grappige lamp. Ik zou er alleen een andere, ja, een bol of zo op doen, denk ik. €29. Nou, als je op zoek bent naar een toffe vaas, dan moet je hier echt zijn. Het zijn allemaal een beetje die Japandi-stijl. En echt niet duur. €7,99 is deze ook. Je kan het dan ook wel leuk bij elkaar zetten in een groepje, meerdere dingen. Zo'n lampje erbij of zo. Ik ben weer thuis en ik heb gewoon helemaal niks gekocht deze week. Wel leuke dingen gespot. Ik vond het leuk om die witte stoelen even in het echt te bekijken. Ze zijn echt heel erg mooi, vind ik. Maar of het voor ons met de kinderen nou heel erg handig is, dat denk ik eigenlijk niet. Maar verder, ja, superleuke dingen hebben ze in de collectie. Mooie vazen ook. Dus laat me vooral ook eventjes weten of je iets hebt gespot wat jij nog op gaat halen. En dan zie ik jullie volgende week weer. Dan ben ik er weer met een nieuwe shoplog. En op de vrijdag met een vlog. Tot dan!